Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In een groot deel van Frankrijk, de Benelux en in Duitsland is het zonnig en droog weer op dit moment. Wolkenvelden zien we vooral trekken over het westen van Frankrijk en over de Britse eilanden. Die wolken die komen niet of nauwelijks dichterbij. Dat heeft namelijk te maken met een hoogdrukgebied dat ligt boven de Oostzee. En met een oostelijke stroming wordt droge lucht richting West-Europa gestuurd en houdt dus die wolken ook op afstand. Vanavond is het ook overal droog en nog steeds zonnig. Overwege de avond ligt de temperatuur rond een graad of 19. Langzaamaan gaat de wind dan ook afnemen. Komende nacht komen de minima uit tussen de 11 en 9 graden. En dat alles bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Nou, morgen overdag gaat de zon opnieuw flink schijnen. Wolkenvelden hebben we niet, of nauwelijks als ze er zijn dan vooral hoog in de atmosfeer. Blijft overal droog. En het wordt 21 graden op de Waddeneilanden en 23 tot 25 graden op veel plaatsen in de rest van het land. En op een aantal plaatsen, zeker langs de westkust in de duinen en ook in Noord-Limburg, komt het kwik nog een klein beetje hoger: 26, misschien plaatselijk zelfs 27 graden. En dat alles bij een matige Zuidoostwind die later op de dag wel wat vlagerig kan worden. Nou, dit weekend staat ook in het teken van een heuse wielenkoers. De Giro de Italia gaat met zijn eerste drie etappes door ons land heen. Vrijdag was de pronog in Apeldoorn. Op zaterdag gaat de koers van Arnhem naar Nijmegen via onder andere Renen en Tiel. En op zondag gaat de etappe de andere kant om, Nijmegen naar Arnhem toe, en dan via onder andere Doetinchem, Borculo, Lochem en Dieren richting Arnhem toe. Nou, op beide dagen dus veel zonneschijn, want ook de zondag hebben we volop zonneschijn. Middagtemperaturen een klein beetje lager wel dan de zaterdag, 23 tot 25 graden. Die 27 zitten dan niet meer in, want er staat ook een stevige oostelijke wind, kracht 4, en die is ook behoorlijk vlagerig. Op de maandag nog steeds temperaturen rond een graad of 24, blijft droog. Later op de dag zien we vanuit het zuiden wel wat bewolking opkomen, maar zoals gezegd, geen neerslag die dag. Nog steeds wel die oostelijke wind. Dan op de dinsdag dan zien we dat de temperatuur een klein beetje getemperd wordt in het zuiden door opkomende bewolking en in de avond zou er dan misschien een regen of onweersbui kunnen vallen in de zuidelijke provincies, maar het is nog wel een beetje onzeker. Middagtemperatuur 23 of 24 graden. En dan kijken we dan nog naar de lange termijn verwachting. We zien de eerste dagen die temperaturen van ruim boven de 20 graden. Maar in de loop van volgende week dan komt er heel langzaamaan een daling in. Maar met middagtemperatuur tussen de 18 en 20 graden vanaf het komende weekend wordt het toch over het algemeen nog heel aardig weer. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.